Shippertof, jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pat, zoals iedereen weet. En ik ga nu even lekker aankleden. Ik heb al onze kleren klaargelegd voor vandaag. En dan gaan we nu even lekker aankleden. En wel, dus dat gaan we nu even doen. In 3. En ik heb net trouwens ook weer even lekker gedoucht. Aangekleed en wel. Nu, maar wat ik nu ga doen is lekker even mijn haren doen. Want dat is ook wel even lekker. Ik heb net computer opgestart. Wat ik nu op ga starten is mijn tv en mijn kastje. Zo, dat is ook weer gebeurd. Lekker radiotje aan. En lekker nu maar doen. Zo, dat is gebeurd. Dus dat even editen. En dadelijk even vloggen. En ik ben dingen nog voor vlogstukjes in de computer zetten. Nu maar even lekker nog een bak koffie voordat ik ga. Dus dat gaan we ook nog even doen. En voordat ik ga, kan jij eten geven. Alleen ik twijfel. Wat ik aan heb, dat het kort is. Ja, Ganja. Zo. Zo, hoppakee. Wat je bent. Maar ja, nu even lekker koffie zetten. Dat is ook wel even lekker. Dan slaan we dat dan maar even lekker doen. Wat voor even goeie muur. Maar dan moet ik even water vullen. Zo, nu maar lekker koffie zetten. Nee, niet op het knopje drukken, want de nieuwe pet zit er nog niet in. Zo. Nu maar lekker koffie. Bakje pleur voor goede humeur. Voor geen gezeur. Hoppakee. Lekker dingen open. Laten we het ook even doen. Hoppakee. Hop. En dan lekker bak koffie drinken. En dan gelijk kijken hoe laat ik me vertrekken trouwens. Nu lekker bakje koffie zetten. En dan gaan we klaarmaken voor Feyenoord tegen Emmen. Wie bij Emmen trouwens speelt, voor mensen die niet weten, dat is Diemers is naar Emmen gegaan. Voor mij gehuurd, dacht ik. Maar we gaan klaarmaken, want er is ook een speciale dag vandaag. Wat de speciale dag is, dat is afscheid van Jens Toornstra. En waar hij vroeger heeft gevoetbald is bij Alphen's Boys. Voor mensen die niet weten. En Alphen's Boys, dat is hier in de buurt, al in Alphen aan de Rijn. En wie daar ook heb gezeten is mijn opa. Want die hebben bij Alphen's Boys gezeten als bestuur. Als het iets met Alphen's Boys te maken. Maar in ieder geval, ik kan de vlog helaas niet afmaken. Want ik heb hier dingen staan op mijn computer dat hij moet goed maken, moet maken. En hier heb ik toevallig mijn vlog helemaal eigenlijk af. Dus ik moet, het enige wat ik moet doen is wachten tot die klaar is. Dus deze beelden. En dan kan ik pas verder en dan ga ik ook nu klaarmaken om dadelijk over een paar minuutjes richting het seizoen te gaan. Want ik ga naar Feyenoord Emmen natuurlijk. Want ik ga er eerder al beginnen tot vroeg. Ik ga gewoon lekker eerder heen, want dat heb ik met een paar gasten afgesproken. Al is over een paar minuten al half. Dus let's go dadelijk naar het seizoen toe. Ik heb er zin in, Feyenoord Emmen. De afscheid van Jens Toornstra. Bijzondere dag vandaag. Ik moet letterlijk trouwens nog 10 minuten wachten voordat de trein komt. En dan, echt 10 minuten nog. Dan vertrekt de trein hier. Dus daar ga ik op wachten. Dus laten we zomaar lekker in de trein stappen en dan lekker richting Rotterdam. Let's go. En daar zijn we weer met z'n tweeën. Ja. Nee, niet met z'n tweeën, maar die twee zijn ook op Brian en ja, Wesley. Dus wij gaan richting
Ja, nu is het fucking hoor. En dan gaan we doen dan? Bij Sportclub Feyenoord ARC kijken. ARC? Ik hoop dat ze gaan verliezen. Nee. ARC is mijn clubpie. Nee, mijn tweede club. Bij mij is dan een Alphse boy. Bij mij is dan een Alphse boy van Alfa. Dus, maar we gaan dus richting Valkenoord gewoon even kijken wat ARC gaat doen. De club uit Alphen aan de Rijn. Het is niet alleen die club, maar ook Alphse boys heb je. Maar we gaan richting Valkenoord. En we zijn al bijna bij de Kuip. Dan gaan we richting die kant op. Ja, Mike? Zeker. Zin in? Zeker. Wat gaan we doen vanmiddag? Winnen. 5-0. We gaan leuk, hè? Nee, ik denk 5-1 of zo. Ik zeg 6-1. 6-0 bedoel ik. Ja. Ik had het echt op spelen gezet en dan kon je winnen. Ik weet niet of ik het terug kan halen, ik ben bang voor niet. Toen had ik voor mij sowieso 2-0. Ja, nee, had ik 2-0 rust gezegd. En dan 3-0. Een 5-0 eindstand. Ja. Nou, dat zou mooi zijn, daar staan we weer bovenaan. Ja. We gaan het zien. Feyenoord Emmen vanavond. Testil aan de overkant! Nee. We houden niet als een bek. Hey, we houden van de club. Feyenoord. Leg naar Erik Cup. We zijn niet te stoppen, we blijven nu gaan. Ja, Feyenoord blijft bovenaan! Ja, ja! Wat zei je zo? Dat weet ik niet. Dat is gek, joh. Ja, sowieso. Wij zingen nog tenminste. Ja. De schaam. Die twee zijn... Schaam je voor je club. Schaam je club. Schaam je club. Geniaal. Wat een leuke. Hè? Wat voor 5 euro? Op je mel? Zingen voor je club. Voor je club. Zingen voor je club. Dus we gaan richting Parkmoor nog, zijn onderweg. En wat ook nog is, de afscheid van... Jess Toorstra. Toorstra.
Dordtstraat. Yes, it's fine order!
Feyenoord, winner! Go Feyenoord, winner! Go Feyenoord, we love you! Thank you.
Jammer. Kijk je voor. Ja. Nog wel 28 minuten. Jensie, bedankt. Jensie, Jensie. Feyenoord. Jensie is Feyenoord. Jensie is Feyenoord. Jensie is Feyenoord. Jensie is Feyenoord. Feyenoord. Jensie is Feyenoord. Jensie is Feyenoord. Yeah.
Geen woorden, maar...
Zoals jullie hebben gezien, is er, zoals net jullie gezien hebben, we gingen spelen ineens op het veld. Maar ik ben net thuis, kom ik mensen tegen. Oude bekende, oude maat, die sinds basisschool mee omging. Waar ik vroeger daarna ook weer contact had. En ik ben nu lekker thuis gekomen, gelukkig. Gio heeft de deur op laten staan bij zijn thuis. Maar ja, wat ik nu ga doen is lekker relaxen en even lekker bijkomen. En wat er ook bijna is, dat zijn camera al bijna leeg is. Dus ja, gaat ook weer hard. Dan kan jij wel eten, maar dat krijgt hij niet. Want ja, oh, heeft hij nog geen eten gehad. Ja, weet je, dat ga ik wel even doen dan. Dus. Hé, hey, kan je? Oh, is mijn camera bijna leeg? Hé? Zo, ik krijg je beter. De rest van morgen, jongen. Ja, de rest is van morgen. Zo. Oh, en dan ga ik lekker nog de dingen achter de computer doen. Dus ja, laten we dat even lekker doen. En dan zit ik nog lekker te relaxen hier zo voor de computer. Wat ik nu ook ga doen is lekker vloggen hierbij afsluiten. Lekker mijn bedje in, bijna 3 uur. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk, doe dat sowieso. Duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zal tof zijn als je beneden abonneert. En dan zeg ik alvast veel kijkers. Een goede nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik je bij later. Elke keer zeg ik tegen de leiders. Ik ga me even denken de deur in. En dan gaan ze denken. Welke deur? Voetbal op site aangezet. Want voor een reden. Feyenoord. En het gaat beginnen de loting. Maar we gaan nu even wachten tot het gaat.